In principe is Jobano gedacht als een soort laag die over de hele aarde heen ligt. Een soort netwerk over de hele aarde. Is er eigenlijk niet zo erg bij in Nieuw Babylon. Het wonen is namelijk pas ontstaan in het nieuwstedelijk tijdperk, toen de mens ging produceren. Toen de mens zich gevestigd op aarde, dorpen ging bouwen, ging landbouwer werd. Daarvoor was hij een zwerver, een nomade, die nog jager was. En mijn hypothese is dus dat met het verdwijnen van de productiearbeid ook de noodzaak om op één plek te blijven gaat verdwijnen. In Nieuw Babylon zijn trouwens geen huizen. De hele stad is één groot, immens, overdekt collectief tehuis. Een tehuis met ontelbare kamers, zalen, gangen, waarin men dagen, wekenlang dwalen kan, waarin men ook overal woonelementen aantreft waarin men zich terug kan trekken. Nieuw Babylon is een labyrint, onuitputtelijk in variatie, een paleis met 1000 kamers.